en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag voor jullie weer eens een shoplog. De laatste tijd plaat ik heel erg veel shoplogs, maar ik hou gewoon heel erg veel van kleding. Ik vind het leuk om te shoppen, ik hou gewoon van nieuwe dingetjes. En ik vind shoplogs heel erg leuk om zelf te kijken en ik weet dat jullie het ook heel erg leuk vinden. Dus vandaag heb ik weer een leuke shoplog voor jullie. Ik heb een aantal items geshopt bij de H&M, bij de Zara. Ik kijk even voor me, want het ligt hier echt helemaal vol. Ik heb weer wat dingetjes mogen uitkiezen bij Shein. Ik heb iets gekocht bij de Mango. Ik heb iets gekregen van Chiquel. En nog iets van Combat Fashion. Dus genoeg items om te laten zien. Het is echt ontzettend veel, dus ik ga maar gelijk beginnen. Heb je zin in deze video? Doe je duimpjes omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we beginnen met deze video. Ik ga even beginnen met een aantal dingetjes van de H&M. En ik heb dit ook al in mijn weekvlogs laten zien. Maar niet iedereen kijkt mijn weekvlog, maar wel mijn shoplogs. Dus daarom laat ik het nog een keer zien. Ik heb namelijk deze trui gekocht. En ik vind deze echt zo leuk. Dit heeft zeg maar zo'n rits en dat is helemaal in. Ik vind het zelf leuk om hem helemaal open te dragen. Deze trui van H&M is echt heel erg leuk. Het enige nadeel hiervan is dat hij echt heel erg kriebelt. Maar ja, dat is dus deze. Het is een hele mooie licht beige kleur. Met een, ja, het is een beetje gemêleerd, want er zitten ook andere beige kleurtjes doorheen. Wat meer detail geeft. Ik heb deze in een maatje S en deze was 20 euro. Deze hebben jullie ook al voorbij zien kunnen komen in mijn weekvlogs. Ik vind deze zo tof. Je moet hier echt van houden. Maar dit is wel echt een broek voor mij. Het is zo'n ja, geruite broek. Een beetje zo'n opa broek. Ik vind het heel erg leuk. Ook in combinatie met die trui. Hij heeft echt lekker veel stretch. Het is gewoon een elastieke band. Dus dat is super fijn. Ik heb deze in de maat 36. En ja, deze is echt top. En deze kost ook maar 19,99 of 20 euro. En het laatste wat ik bij de H&M heb gekocht is hetgene wat ik nu aan heb. En ik zal het wel eventjes beter laten zien. Het is namelijk een grijs gebreid truitje met van die leuke mouwtjes. En hij heeft een heel erg mooi kraagje. Dit truitje was best wel lang niet op voorraad bij de H&M. En nu volgens mij ook niet. Maar toen ik mijn kans kreeg heb ik hem gelijk besteld. Sorry voor het licht trouwens, want de zon die gaat de hele tijd schijnen en dan weer niet. En dan krijg je dit beeld. Dit is niet zo handig. Maar in ieder geval, ik heb dit truitje dus besteld. En deze was ook 20 euro. Dan ga ik verder met een item van de Zara. En deze hebben jullie ook al heel erg vaak in mijn vlogs kunnen zien. Dit is namelijk de welbekende legging met split. Misschien kennen jullie het niet, maar waarschijnlijk wel. Dit is namelijk een hele bekende legging van de Zara. Die ze ook in de vorige collectie hadden. En die was echt toen altijd uitverkocht. Maar nu is hij weer in de wintercollectie. Of nou ja, herfst-wintercollectie van Zara. Alleen dan met een andere afbeelding. Dus ik twijfelde eerst van, ja, is dat wel dezelfde legging? Maar het is dezelfde. Ik heb hem in een maat. Even kijken. M volgens mij. En ik raad je wel echt aan om een maatje groter te kopen. Want hij valt heel klein. Tenminste bij mij dan. Ik had ook wel een L gepast. Want hij zit best wel heel erg strak. Maar dit is echt zo'n leuke legging. Echt heel erg tof om te combineren met Dr. Martens. Een oversized shirt en dan een blazer of zo. Echt heel tof. Dus dat is deze. Is trouwens 20 euro. Dan ga ik verder met een super tof paar nieuwe schoenen. Zoals jullie weten heb ik laatst Dr. Martens gekocht. En deze lijken er echt ontzettend op. Alleen deze zijn van Tango Shoes. En deze hebben dus een super chille rits. Dat is echt zoveel handiger om aan te trekken. En zoals je kunt zien heeft het wel een ander soort leer. Het is een beetje geschubd leer. Heel erg mooi. En hij heeft dus ook een plateau. Ik heb een maatje 39 en ze zitten echt perfect. Bij de Mango heb ik een nieuwe sjaal gekocht. En deze is heel erg mooi grijs. Ik vind deze echt super mooi. Ik heb namelijk een zwarte jas. En daarbij vind ik een grijze sjaal heel erg mooi. Hij is van de Mango en hij was 20 euro. Ik heb echt super veel dingen van 20 euro heb ik nu het idee. Maar in ieder geval, hij is echt super zacht. Het enige nadeel is dat als het gaat regenen dat het water erop blijft liggen. Dus het, ja... Het droogt ook heel sloom. Maar verder is hij dus echt ontzettend zacht. En je kunt hem gewoon zo lekker knopen. En hij is heel erg lekker warm. Dus dat is deze. Ze hebben ook heel veel andere mooie kleuren. Ik zal wel even proberen om een linkje hiervan te vinden. Want ik heb hem wel gewoon in de winkel gekocht. Dan ga ik verder met een aantal items van Combat Fashion. En deze heb ik gekregen. Super leuk. En als je volgens mij voor 11 uur of half 11 bestelt, heb je de volgende dag al in huis. Dus dat is super chill. En ze hebben volgens mij ook net een nieuwe collectie gelanceerd. Maar ik zal even beginnen met deze superleuke teddyjas. Ik heb hem gisteren aangehad en toen was het heel hard aan het regenen. Dus ik heb hem goed kunnen testen. Hij is niet waterdicht, wel redelijk winddicht. Dus hij is wel echt lekker warm. Het is best een lange teddy. Hij komt ongeveer tot mijn knieën. Dus dat is deze. En ik heb deze in een maat S. Dan heb ik nog een superleuke jas. En ik wou echt dat jullie dit konden voelen. Want het is echt zo mega zacht. En de kleur is ook echt heel leuk. Het is een kort modelletje. Ik heb deze in de maat M, maar ik vind hem eigenlijk best wel heel erg klein voor een M. Dus ik zou misschien hiervan ook wel een L kunnen passen. Maar het is dus echt een superleuk modelletje. Heel leuk kleurtje. En hij is dus ook mega zacht. Dus dat is deze.
heel cute. Staat ook denk ik wel leuk met die grijze sjaal. Want ik vind roze en grijs ook altijd een leuke combinatie. Dan ga ik verder met dit topje. En hier kreeg ik ook al super veel vragen over in mijn vlog toen ik deze aan had. En toen wilde ik het eigenlijk nog niet zeggen. Want ik wilde het bewaren voor deze video. Maar het is dus dit topje. En hij is dus van Conquest Fashion. En ik vind hem zelf ook heel erg leuk. Het is dus een soort van gehaakt topje. Ik heb deze in de maat S/M. Hij valt wel wat klein moet ik zeggen. En hij is ook niet heel erg lang. Maar ik vind het topje echt super leuk. En jullie vonden hem ook heel erg leuk. Dus bij deze, hij is van Conquest Fashion. Dan heb ik iets besteld en dit vond ik zo leuk. Dit is namelijk een bordeaux rode rok. Of een rok, wat zeg ik nou? Een flared broek. Alleen ik pas hem helaas niet, want ik vind hem echt voor mij veel te kort. Zoals jullie misschien weten heb ik best wel lange benen en dat zeg ik misschien in elke shoplog. Maar flared broeken, die zijn voor mij echt altijd veel te kort. Dus dat is wel jammer. Deze zag er op zich nog best wel lang uit op de website. Dus ik dacht, nou ja, ik gok het er gewoon op. Dan heb ik een super lekkere trui. En zoals jullie weten hou ik van de kleur beige. Hij heeft echt een mega kol. Kijk, zo kun je het beter zien. Maar dit is de trui. Hij is heel erg lekker oversized. Volgens mij is het ook een one size. En de stof hiervan is heel zacht. Het is niet zo'n kriebelstofje. Dus dat is deze. En dit waren de items van Conquest Fashion. Dan ga ik nu verder met deze mega bestelling van Shein. Ik heb echt nog nooit zo'n grote doos van hun ontvangen. Maar ik heb dus echt heel veel leuke items besteld. En ik krijg altijd heel erg veel vragen over Shein. Is het betrouwbaar? Kun je terugsturen? Het is zeker betrouwbaar. Ik kreeg mijn bestelling mega snel binnen. Ik had het op donderdag besteld en ik had het volgens mij dinsdag al in huis. Ik vind dat best wel snel voor Shein. Terugsturen, dat weet ik niet. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Je zou altijd even contact kunnen opnemen als je iets hebt besteld en het past niet met de klantenservice. Misschien kunnen zij je iets beter vertellen. Maar in ieder geval, ik zal wel eventjes beginnen met dit tasje, want deze viel net uit de doos. Dit superleuke tasje heb ik dus besteld. Hij is mega plat. Jullie hebben deze ook al kunnen zien in mijn video. Het enige wat erin past is een mobiel. En misschien wat pasjes. Maar echt zo leuk. Oh, hier kan trouwens ook nog wel iets in. Er zit hier boven ook nog een vak. Maar dit is eigenlijk het hoofdvakje. Ja, hoofd. Oh, er zit nog een bonnetje in. Oh, van de mango. Van die shell. Maar ja, hier doe je dus je telefoon in. Hier kan nog wel iets. Zou ik niet zo snel doen. En hier kan ook nog wat. En hij heeft gewoon zo'n ketting. Echt heel mooi. En dan kun je hem ook zo doen. Dan heb je een lange ketting. Dan deze two-piece. En ik ben zo blij dat ik deze bestel. Want dit is namelijk een joggingbroek. Met een topje. Ik zal wel even beginnen met het topje. Want dit is een crop top. Het is dus echt zo'n chill setje. Tenminste, sowieso ik het draag. Ik zou het niet echt naar de sportschool aandoen. Hij heeft een beetje een soort van colletje. Hij is gewoon zo kort. En hij heeft gewoon lange mouwen. En daar hoort dus een joggingbroek bij. En deze heb ik de laatste dagen echt zo vaak aan. Dan heb ik een superleuke beige hoodie besteld. Met een witte capuchon. Echt superleuk. Ik heb dit nog nooit ergens anders gezien. Ik heb deze in de maat M. Maar hij is best wel heel erg klein. En ik vind dat die zakken een beetje op een rare hoogte zitten. Misschien kun je dat ook wel beter bij de aanbeelden zien. Dan heb ik een heel mooi jurkje besteld. En dit is misschien al voor mijn verjaardag of voor kerst of zo. Maar dit is dus zo'n paillettenjurkje. Oh, hij glinstert echt heel mooi. Maar ja, dat is dus deze. Super mooi. En de mouwen zijn trouwens een beetje doorzichtig. Echt zo leuk. Oké, ik zit nu in die doos te kijken en ik zie dat ik echt mega veel zwarte dingen heb besteld. Dus be prepared. Maar ik heb dit jurkje besteld. En het is een V-hals jurkje met een soort van vleermuismouwen. En in de middel is hij heel erg mooi strak. En dan loopt hij gewoon ja, strak uit ook. Maar ja, dit is hem dus. Ik vind de pasvorm alleen een beetje raar. Hij trekt namelijk heel erg op de schouders of zo. Het is heel, ja, het is wel een mooi jurkje, maar het zit niet heel comfortabel meer, eerlijk te zijn. Dan heb ik iets super moois besteld, namelijk deze tweed blazer. Volgens mij noem je dat zo. Dit is hem namelijk. Het is dus een soort van, ja, ik weet niet echt hoe je dat noemt, maar het is een bepaald stofje. En daar zitten dus ook dit soort details op. Ik denk dat je het bij de aanbeelden wat beter kunt zien. Maar dit is hem. Het is echt een super mooie blazer. En ik kan ook niet wachten om deze aan te doen. Ik heb deze in de maat S. Maar ik vind hem best wel groot voor een S. Oké, dan het volgende. En heel veel van jullie zullen denken van, wat is dat? Maar ik vind het dus echt super vet. Het is namelijk dit. Ja, het is een soort van sportjurkje. Op de aanbeelden kun je het waarschijnlijk veel beter zien. Maar hij heeft hier een soort van gaas. Het liefst zou ik hem natuurlijk open dragen. En dan doe ik er iets van een colletje of zo onder. En ik had deze outfit eigenlijk in mijn hoofd voor Dockyard. Want dat is wel echt zo'n lekker technofeest. En daarvoor vind ik dit eigenlijk wel geschikt. Misschien hoor je het al. Het maakt best wel veel geluid. Maar op zich, als je op een festival bent, dan hoor je dat toch niet. Hij heeft in de middel hier twee van die dingetjes die je kunt aanknopen.
En ja, je moet het echt even op de aanbeelden zien, want ik vind deze echt zo vet. Dan heb ik nog een jas besteld en deze is ook zwart. Dit is namelijk een superleuke puffer jacket. Ik zag deze jas op de website en ik vond hem echt superleuk, maar er stonden geen aanbeelden bij. Dus ik dacht, nou ja, ik gok het er maar op, maar hij is echt heel leuk. Het is best wel een hele lange puffer jacket. Ik denk dat je het op de aanbeelden beter kunt zien. De kwaliteit hiervan heeft me echt verbaasd. Ik had er niet zo heel erg veel van verwacht. Maar het is echt een super dikke stof. Hij is echt goed gewatteerd. Dus ik denk ook dat hij lekker winddicht is. Hij staat ook wel echt super tof. Het enige nadeel is dat de mouwen dus echt veel te kort zijn. Maar al draag ik handschoenen, dan zou dat op zich niet zo'n probleem zijn. Deze vind ik super leuk en ik ben echt verbaasd over de kwaliteit hiervan. Dan nog iets, en deze heeft mij ook wel een beetje verbaasd. Alleen dan niet zozeer positief. Ik kreeg namelijk dit binnen en het is gewoon net een soort van badjas. Maar ik had dit besteld en op de Shein website zag het er super leuk uit. Een soort van teddyjas, hij leek best wel dik. Er zitten allereerst geen knopen aan, er zit niet echt een sluiting of zo. Dat vond ik al best wel een beetje raar. En de stof, ja, het is gewoon net een badjasstof. Het is gewoon echt zo'n vliesstof van een badjas. Shein heeft heel vaak echt heel veel goede kwaliteit items. Maar soms zitten er ook echt dingen tussen dat je denkt van, wat is dit? Dat is best wel jammer, want je moet je items wel echt goed kiezen. Vaak kijk ik ook gewoon naar de recensies die er staan. Dit is echt, nee, dit ga ik ook gelijk weggooien. Dat waren alle items van Shein. Heb je nog vragen over Shein? Laat ze even hier beneden achter, want dan kan ik ze misschien wel beantwoorden. Wil je shoppen bij Shein? Dat kan. Ik heb ook nog een superleuke kortingscode voor jullie. Als je namelijk boven de 50 euro shopt, dan krijg je met deze code korting. Dan ga ik nu verder met de laatste items. En deze komen van Chiquelle. En ik zal eventjes beginnen met dit superleuke vest. Hij is grijs en hij is mega lang. Hier zit ook een ceintuurtje bij. Dus dat staat ook heel erg mooi. De kwaliteit hiervan voelt ook heel erg goed aan. Hij is mooi afgewerkt. Maar dat is dus deze. De kwaliteit voelt goed aan. Hij staat superleuk. En dat ceintuurtje, dat maakt het echt gewoon af. Dan iets wat niet zo herfstachtig is. Dat is deze top. Maar ik vond dit bijvoorbeeld wel heel erg leuk om mee uit te gaan. Dit is namelijk een off-the-shoulder topje in het roze. Echt een heel mooi kleurtje. Voor mij is hij alleen net even iets te groot. Ik heb hem ook in een M besteld. Maar misschien past hij hem. Dan iets wat ik ook heel leuk vind. En dat is deze satin broek. Echt, hij is mega lang. Voor mijn benen is hij eigenlijk gewoon bijna te lang. Dus ja, echt. Dit vind ik echt een top broek. Dit is ook echt zo'n broek wat ik niet zo snel zou kiezen. Maar ik vind het zo leuk staan. Echt super tof. Dus dat is deze. En dan als laatste heb ik nog deze broek. En dit is een mom jeans. Ik heb deze in een maat, volgens mij 36. Maar voor mij is hij iets te groot. Dus ik ga ook aan Jill vragen of ze deze past of niet. Maar het model is wel heel erg leuk. Echt precies wat ik zocht in een mom jeans. Dus ja, misschien dat ik deze ga nabestellen in een maat 34. Dat waren alle items van de shoplog volgens mij. Dit is alles wat ik een beetje in september, oktober heb ontvangen en gekocht. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je alle items checken? Kijk dan even in de beschrijving. Daar heb ik alle linkjes neergezet. Ook met de kortingscodes. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je in de volgende video weer. Doei!